Wij zijn als ziekenhuis wel bereikbaar via ons algemene nummer. Dat werkt gewoon. Dus dat is 036 868 4x8. Ik denk dat het vooral vervelend is voor mensen die het ziekenhuis willen bellen of 112 willen bellen en die niet kunnen bellen. Ik denk dat dat vooral vervelend is. We hebben als ziekenhuis zelf wel een aantal maatregelen genomen. De huisartsenpost bijvoorbeeld is niet bereikbaar via het normale nummer, maar kan ook via het algemene nummer gebeld worden. En verder is het zo dat mensen die 112 willen bellen, die worden verwezen naar andere nummers die ook gecommuniceerd worden landelijk. En wat betreft de artsen die oproepbaar moeten zijn of piketdienst hebben, hoe is dat geregeld? Ja, wij hebben iedereen die dienst heeft, hebben we opgeroepen en die inderdaad ook getroffen wordt door die telefoonstoring, die dus niet mobiel te bereiken is. Die hebben allemaal een ander alternatief nummer doorgegeven. Of ze blijven in het ziekenhuis. Want hier in het ziekenhuis werkt alles wel gewoon. En op die manier zijn alle medische specialisten dus ook te bereiken voor ons.